Oh nee. Oh nee. Oh nee. Hij doet zijn Z-move. Hey, super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Pikachu en vandaag spelen we Pokémon Ultra Moon. En vandaag moeten we gaan battelen tegen Hau. En ik hoop vandaag ook Hala, zijn oom, toch? Of opa? Volgens mij zijn oom te gaan verslaan. Wij gooien Rockruff in een battle. En deze Rockruff kent Thunderfang. Ik hoop dat wij sneller zijn dan Popplio. Ja, dat zijn we sowieso. Wij kennen Thunderfang, dus we kunnen deze Popplio sowieso moeilijk maken. Oké. Hij heeft een berry. Waarschijnlijk krijgen we nu een waterpistool op onze hoofd. Dat zou wel zo slim zijn. Oh, hij doet Disarming Voice. Waarom doe je geen waterattack op mijn Rockruff? Dat zou veel slimmer zijn, Hau. Wij doen gewoon nog een keer een Thunderfang. En dan zijn we wel klaar met deze Popplio. Hoppakee. Popplio, hele leuke Pokémon. Hau is niet zo'n hele goede trainer volgens mij. Dartrix is ondertussen gegroeid naar level 18. En dan moeten we nu tegen een Noibat. En ik denk dat we die Noibat ook wel kunnen hebben. Heb jij een beetje hetzelfde team als wij, Hau? We kunnen natuurlijk op Noibat een Rockthrow doen. En die is super effectief. Hoppakee, lekker! Ah man, wat hou ik van deze Rockruff. Ik hoop dat jullie deze Rockruff net zo tof vinden als ik. Maar hij is echt van alle markten thuis. Hij verslaat zelfs nu Pokémon die sterk zijn tegen Rockruff. Dus dat gaat super goed. Nu moeten we battelen tegen de Pikachu van Hau. Nou, die hebben wij dan niet. Al zou dat natuurlijk super leuk zijn als we die wel hebben. Dan ga ik ook een Rockthrow doen op Pikachu. Hoppakee. Ja, dat gaat lekker, dat gaat lekker. Pikachu doet play nice. En dat zorgt ervoor dat mijn attack naar beneden gaat. Dat maakt niet zo gek veel uit. En met nog een Rockthrow hebben we straks ook gewoon deze Pikachu verslagen, jongens. Oh, Pikachu ontwijkt mijn Rockthrow. Dat houdt in dat we hem nog een keer moeten doen. Hij doet een quick attack, die is not very effective tegen mij. En dan is het nu al klaar met deze Pikachu. En ook met Hau. Sorry Hau, we hebben je weer verslagen. En Rockruff groeit keihard door naar level 16. Rockruff's attack is super hoog. Hij moet het niet hebben van zijn special attack, maar wel van zijn attack. Die is super hoog, dus dat gaat erg lekker. En dan hebben we Hau ook weer verslagen. Ik voel me altijd een beetje lullig als ik Hau versla. Ik weet niet waarom, maar ja. Oh, het is toch zijn opa trouwens. Hala is de opa van Hau. Kukui is ook weer van de partij. En zo zijn we met z'n allen weer compleet. Laten we lekker teruggaan naar Hala. Ik wil Hala verslaan. Let's go! Iedereen gaat terug. Richting route 3, waar we weer terug kunnen naar Iki Town. Dus even kijken of hier nog wat zit. Kijk, dat is altijd goed om even om het hoekje te kijken, jongens. Want dan kan je toch wel misschien weer wat vinden. Of misschien moeten wij gewoon gaan battelen. Nee? Oh, we krijgen gewoon iets van deze meneer. Dat is aardig, we krijgen een Sootbell. Sootbell is altijd handig als je Pokémon in je team hebt die gaan evolueren omdat ze jou aardig vinden. Dus dat is nice. Steken we deze brug over en zijn we dan alweer een beetje in de buurt van Iki Town. Eerst moeten we nog gaan battelen. Ah, we moeten nu tegen een Growlithe gaan battelen. Ik wil ook erg graag nog wel een Fire-type Pokémon eigenlijk. En het lijkt me altijd handig om ook een Poison-type Pokémon in je team te hebben. Dus laat me vooral weten wat jullie een ideaal team zouden vinden. Ik doe gewoon even kijken. Een Rockthrow op Growlithe. Oké, super effective. I love my Rockruff, I love my Rockruff. En zo hebben we Joshua ook verslagen. Als jullie Rockruff nog niet hebben gedownload, ga dat zeker nog even doen. Dat kan je doen via de mystery gift optie in deze games. Oh, en hier ligt ook nog een pokebal. Wat zit hierin? Een nestbal, altijd goed. En hierboven achter die boom ligt ook nog een pokebal. En dat is een super potion. Top, want die hadden we er in de vorige aflevering doorheen gejaagd toen we tegen Furfrou moesten battelen van de Ultra Recon Squad. En dan zijn we er eindelijk, denk ik, zo'n beetje wel terug in Iki Town. We zijn nu op route 1. We kunnen hier naar links. Zo, en dan zijn we er. Dan gaan we Hala proberen te verslaan, jongens. Daar heb ik echt zin in. Hallo Kukui. Hallo Lily. Hallo Nebby. Hala gebruikt Fighting-type Pokémon. Flying en Psychic attacks zijn daar altijd goed tegen. Ik heb dan natuurlijk niet zo heel veel aan Rockruff. Maar eigenlijk alle andere Pokémon in mijn team hebben wel Flying-type attacks. Dus dat zou best wel goed kunnen komen, denk ik. Laten we dit gaan doen, Hala. Ik wil mijn eerste Grand Trial gaan halen. En hij doet weer zijn samurai moves. En Hala had ons al verwacht. En ja, hij wil dolgraag met ons battelen. En dat wil ik ook. De Grand Trial van Mele Mele Island gaat van start. Er klinkt een spannend muziekje. Het muziekje van Hala. En hij heeft een hele toffe animatie achter zich. Vind ik best wel vet gedaan. En Hala gooit er keihard een Machop uit. Alright. Nou hoop ik niet dat deze Machop voor verrassing kan zorgen dat hij allerlei gekke thunder attacks heeft ofzo. Ik ga het in ieder geval proberen met Gust. Gust zal super effectief zijn, maar Machop is wel level 15. Dus dat zou best nog wel een probleem kunnen zijn. Oké. Hij doet Revenge. Revenge is altijd een probleem. Weet je wat? Ik ga gewoon gelijk voor Dartrix, want anders gaat dit niet goed komen. Deze Noibat is nog iets te laag level, denk ik, om deze trial te gaan halen. Laten we het gaan proberen met Dartrix. Hij doet Revenge. Dat zal nu niet zo heel veel pijn opleveren. Sowieso is dat not very effective, dus dat is top. Wij gaan Pack doen tegen Machop. Hoeveel damage doet dat? Genoeg om hem hierna te kunnen verslaan. Hij doet de Focus Energy. Dan ben ik benieuwd of Hala ook items gaat gebruiken. Want dat zou betekenen dat we weer overnieuw moeten beginnen. Ik denk het haast wel. Ja hoor, hij doet inderdaad een super potion op Machop. Nou, dan kunnen we inderdaad weer overnieuw beginnen. Wij doen een Pack. Hopelijk krijgen we een critical hit. Ah, nee, maar wel super effectief. En we kunnen hem met 2 keer Pack kunnen we hem verslaan. Dus deze Machop is nu down. Hoppakee, dat is de eerste Pokémon die we hebben verslagen. Nice. We krijgen er 153 XP voor en 209 XP bij Noibat. En Noibat groeit naar level 14. Yeah! Dan gaat hij nu Makuhita eruit gooien. Wij gaan niet wisselen van Pokémon. Hij heeft trouwens 3 Pokémon. Dus we kunnen onze borst nat maken. We weten vanuit de anime dat hij ook een Hariyama heeft. Dus ik hoop niet dat hij hier een Hariyama heeft. Hij doet Fake Out. Dan ben ik natuurlijk flinched. Dat werkt altijd maar 1 keer per battle. Per Pokémon bedoel ik dan. We doen Pack. Ja, dit gaat wel lekker. Hij doet Arm Thrust. Oké, dat mag helemaal van mij. Dat is allemaal not very effective. Dus dat is dikke prima. Hij raakt ons 3 keer. En als wij nog een keer Pack doen, dan hebben we ook Makuhita verslagen. Lekker Dartrix. Toppie. Goed bezig, jongen. Hoppakee. Bye bye. 118 XP is weer niet heel veel. En dan krijgen we nu nog te maken met een Crabrawler. En weet je, ik ga gewoon even switchen. Ik ga gewoon eens even kijken of Inkay hier klaar voor is. Inkay is level 15, dus die zou het misschien wel op moeten kunnen nemen tegen deze Crabrawler. En als dat goed is, kent Inkay ook gewoon Pack. Ja, inderdaad, wij kennen Pack. En daarmee... Oh nee. Oh nee. Oh nee. Hij doet zijn Z-move. No. Nou ja, als dat goed is, moeten we daar wel tegen kunnen. Ik hoop dat Inkay hem kan overleven, anders heb ik Inkay echt ja, slechte dienst bewezen, jongens. Inkay krijgt die keihard klappen. All-out pummeling. We overleven het wel. Kijk, daar ben ik wel trots op. Lekker bezig, Inkay. We hadden ook nog een Citrus Berry, dus dat is top. Wij doen Pack. Oké, het is wel super effectief, maar het doet niet zo heel veel damage. Dan switchen we gewoon weer terug naar Dartrix, want ja, dan gaat het allemaal net even wat sneller, denk ik. Sorry Inkay, je hebt echt keihard klappen gevangen. Hij doet Power Up Punch, daar moeten we wel voor uitkijken, want hiermee boost hij zijn attack. Die move is natuurlijk not very effective, maar als je hem maar vaak genoeg boost, dan gaat het toch wel wat damage doen. Wij doen Pack op Crabrawler en Crabrawler heeft sowieso best wel een hoge defense zo te zien, want we gaan niet echt heel erg hard. We zijn 2 levels hoger dan Crabrawler en we hebben toch best wel vaak Pack nodig om hem te verslaan. Maar dat gaat alsnog wel lukken, want hij blijft gewoon doorgaan met leer. En ja, daarmee gaat mijn defense natuurlijk naar beneden. Maar deze battle is nu voorbij, want wij verslaan Crabrawler gewoon met een Pack aanval. Sorry man. Inkay groeit naar level 16, dus dat gaat super lekker. En dan hebben we Hala verslagen, jongens. We hebben Hala verslagen. En dat betekent tegelijkertijd dat we eigenlijk ook klaar zijn op Mele Mele Island. Tapu Koko is ook weer trots op ons. Die heeft zitten kijken toch wel weer. Dat is wel nice. Tapu Koko is wel fan van ons, volgens mij. Hala zegt dat we op een dag waarschijnlijk wel mogen gaan battelen tegen Tapu Koko. En hier krijgen we de Fightanium Z. Dat houdt in dat we Fighting-type moves nu kunnen gaan gebruiken. Althans de Z-move natuurlijk van de Fighting-type attacks. We hebben de Grand Trial gehaald. En dan gaat Hala natuurlijk wel even voordoen hoe we die Fightanium Z moeten doen, hè. Handen over elkaar. Naar voren. Slaan, 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 slaan. Punch! En dan kunnen we deze moves in onze battle gaan gebruiken. More! Oh, Tauros komt hier aangerend, jongens. Mogen we nu dan eindelijk op de rug van Tauros? Dat zou wel flex zijn, want dan gaan we echt super veel sneller door alle levels en door alle werelden heen. Yep, we krijgen de Ride Pager van Hala. En daarmee kunnen we natuurlijk lekker op Tauros. Doe maar even je kleren aan. Kijk, hoppakee, de speciale kleren. En Tauros gaat ons nu lekker naar alle andere plekken brengen. Ilima komt ook nog eventjes langs. En die vertelt over de fotoclub. Moeten we dan eerst nog even langs de fotoclub. We krijgen de move False Swipe. En dat is altijd wel een handige aanval. Dat is een aanval waarmee je zeker weet dat je tegenstander het overleeft. Dus als je een Pokémon wil vangen, houdt hij altijd 1 HP over. Dus dat is super nice. Dus voordat we naar het nieuwe eiland gaan, moeten we eerst nog even langs de fotoclub. Oké, nou, laten we dat dan ook nog eventjes doen. Ik vind dit muziek altijd wel lachen van Tauros. Oh ja, dit wist ik nog. Hier zat een sticker verstopt. En daarvoor moesten we dus inderdaad even Tauros tegen die rotsen aan laten rijden. En nu hebben we 10 totemstickers verzameld. Let's go, Tauros. Go! Bam! bam! Lekker bezig, Tauros. Zo, hoppakee. Liggen hier dan ook nog items? Jazeker. En deze Rattata hier is gewoon level 12. Ik wist niet dat die Rattatas hier al zo hoog level waren, maar dat is helemaal goed. Dan kunnen we in ieder geval Noibat nog heel eventjes trainen. Wij ontwijken ondertussen alle aanvallen van deze Rattata, dus dat is top. En met de laatste gust hebben we deze Rattata ook weer verslagen. Yay! Pakken we even dit item op. Het is weer een nestbal. Die liggen hier best wel veel. Oh, weer een gevecht. Ik hoop dat het tegen een Pikachu is, jongens. Dan kan ik die Pikachu gewoon even vangen. Ah, helaas een Bansley. Nou, die hoef ik niet te hebben. Ah, ik heb hier een item gemist. Nou, laat dat item maar lekker zitten. We gaan gewoon hier naar beneden. Zo. Richting de fotoclub, jongens. Waar is de fotoclub? Ik denk dat de fotoclub sowieso al hier ergens is, toch? Oh, helemaal daar beneden. Oké, dan gaan we even omrijden. Het zou betekenen dat dit de fotoclub is. Wat sta je hier trouwens te doen? Sta je gewoon te chillen met je? Oké, let's go into the fotoclub. Hey, fotoclub. Nou, gaan we een leuk fotootje met Noibat maken? Of zullen we een andere Pokémon pakken? Laten we Rockruff pakken, want die is wel lekker bezig. We kunnen allebei tegelijk onze move doen. Hij gaat een Fighting-type move doen. Oh, ik ga een Fighting-type move doen. Oké, doe allebei maar een move. Ja, zo. En ja hoor, kijk, wat een prachtige foto hebben we gemaakt. Nou, die is toch leuk? Wat een leuke foto is dit, jongens. Kunnen we ook nog deze foto even photoshoppen dan of zo? Oh, we kunnen dat wel doen. Oké, we kunnen dat blijkbaar wel doen. Nou, kijk eens hoe leuk deze foto is geworden. Ik heb een Rotom Dex erbij gezet. We hebben de Grand Trial gehaald. We gaan door naar het volgende eiland, maar dat doen we natuurlijk in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. Dan zie ik jullie, zoals altijd, weer later. Mazzel!